BNP Paribas Fortis stelt voor. Goed, Frederikje. Wat is nu? Acteur, regisseur, scenarist? Acteur, regisseur, ja, scenarist, maar wel voorlopig alleen maar van mijn eigen projecten. En kindercasting doe ik ook nog altijd. Maar ja, voor de rest doe je ook wat dat je kunt. Allee, wat dat er is en zo. Hè. Dat kan nog wel veranderen. Zo. Is er één richting waar je ooit wil echt op concentreren? Ik denk dat je uiteindelijk concentreert op wat er op dat moment het beste marcheert. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat dat gaat voor mij. Ik denk dat ik wel vrij snel verveeld is. Klinkt misschien een beetje negatief, maar constant voeding nodig heb of zo. En dat op verschillende plaatsen ga zoeken. Als er nu één ding lang genoeg, boeiend genoeg blijft, denk ik dat ik daar wel vanzelf wel meer op ga focussen. Maar het leven is een eeuwige zoektocht, hè. Maar ja, bijvoorbeeld, mocht je nu uitgesproken naar buiten komen als ik ben actrice en ik ga ervoor als actrice. Ik wil maar zeggen, qua tactiek en verkoopkunst. Ja. Ja, maar ja, actrice is ook, wat doe je dan in de momenten dat je tussen twee projecten of tussen twee films of tussen twee toneelstukken. Dat is, ik bedoel, ik ben nu bezig met een toneelstuk, we spelen in januari, maar dat is ook niet elke dag. Dus je gaat je bezig ertussen, dus dat komt vanzelf, denk ik. Zelfs al zou ik dat doen, dan nog zit op een dag zoiets van, ik heb een idee, ik wil iets draaien. Ja, ik denk niet dat dat zo bewust werkt of zo. Ja. Ik zou niet alleen dat kunnen doen. Waarom? Moest daar nu massa's werk in zijn dat je geen tijd hebt voor iets anders, dat is een ander. Maar dat is voorlopig nog geen enkel ding gebeurd. Dus dan is dat leuk om dat te combineren, denk ik. Ja, ik denk dat het allemaal wel uitgaat van de drang naar verhalen vertellen, zeker. Dat uiteindelijk een beetje op hetzelfde neerkomt of dat je nu acteert of films maakt. Ik bedoel, het is een andere... Het is iets anders, hè, maar het is wel hetzelfde... Dezelfde wil van het vertellen van verhalen, denk ik, die eruit komt. Dus dat zal wel zeker de overhand nemen. Ik denk inderdaad, kindercastings en zo is eerder... Dat is eerder werk, waar dat ander eerder de van binnenuit passie of zo is. Is dat antwoord op de vraag? Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.